De Russische minister van Buitenlandse Zaken, Sergej Lavrov, was voor een officieel bezoek in Suriname. De minister arriveerde op vrijdag 26 juli in Suriname. De besprekingen die gevoerd zijn, vonden plaats in het kader van onder meer intensivering van de economische, sociale, culturele en technische samenwerking, als ook het bevorderen van politiek dialoog tussen beide landen. Minister Lavrov heeft op zaterdag 27 juli 2019 een beleefdheidsbezoek gebracht aan de minister van Buitenlandse Zaken, Ildis Polak-Bigli. Na de officiële groet en foto trokken de ministers zich terug voor een bilaterale meeting. Na de ontmoeting met minister Bigli vertrok de bewindsman naar het kabinet van de vicepresident, waarvan gedachten gewisseld is over de samenwerkingsgebieden tussen de twee landen. Dus in een wisseling van gedachten hebben we heel sterk benadrukt connectiviteit. We weten dat Suriname vaker ook in CARICOM-verband heeft gesproken over connectiviteit. Dat betekent de zee, aan land, via de zee, lucht. En we hebben gezegd, luister, we kunnen iets betekenen, maar zij prefereren typisch, instituten naar instituten, business to business. Ze zeggen, government is prima, maar onze instituten gaat men vanuit daar, on the ground. Zijn ready om met ons samen te werken. Wat connectiviteit betreft hebben we dus aangegeven van wat kunnen we doen aan een scheepswerf richting een deep seaport in de toekomst wat wij ook beogen. De exchange wat we noemen in agro is duidelijk naar voren gekomen wat wij op agrarisch gebied kunnen betekenen voor Rusland omgekeerd naar ons toe. Men heeft Rusland heel sterk in mining, dus het gaat om goud, olie. En ze zeggen ook business to business. Laten onze mensen, en dat is voorgesteld naar de Chamber of Commons, dus hun kamer van koophandel, laten wij een missie sturen, of omgekeerd. Maar wij kunnen rechtstreeks die engagement opzetten. Dat is natuurlijk heel goed, heel praktisch, heel snel. En we hebben in deze korte gedachtenwisseling, denk ik, zoveel kunnen van concrete punten kunnen aanhalen waar we in principe al komende maand zouden kunnen starten. Dat is opmerkelijk aan de ene kant, de snelheid waarmee men handelt. Aan de andere kant is dat tijdig voor ons. Als we kijken naar Rusland, VP, hoe kunnen we Rusland, in welk kader kunnen we Rusland plaatsen? Is het een land waar wij veel aan kunnen hebben, Suriname? Nou, kijk, politiek gezien, geopolitiek gezien, zij zijn onderdeel van de Security Council, van G20. Van de BRICS, dus politiek strategisch gezien zijn ze een grote partner. We hebben een hele goede relatie. We hebben ook MOU's die we gaan tekenen, die getekend zijn. En we moeten maximaal daarvan gebruik maken. Ze zijn ook in de regio als het gaat om Rusland, CARICOM. Ze hebben hun samenwerkingsverbanden. Wij moeten zoveel mogelijk eruit zien te halen als land. Toch bekijken ook zoals wij in CARICOM, non-interference, non-intervention. En respecteren de soevereiniteit van landen, hebben zij ook hetzelfde standpunt. En ze appreciëren ons standpunt natuurlijk, dat wij vanuit de CARICOM dat ook vasthouden. Heel CARICOM, als Suriname specifiek heeft u gezien in de regio, heel hard en heel duidelijk dat standpunt vastgehouden. Niet bemoeien in de interne aangelegenheden van landen. Dus in die zin zien wij dus politiek, geopolitiek gezien, hele sterke partner. Business-wise gezien bijzonder veel mogelijkheden. Wat ik zei, heel praktisch en heel snel komen op initiatieven en dat doet ons goed. Wij moeten dat zeker koesteren. De Russische minister bracht ook een beleefdheidsbezoek aan president Desiree Bouterse. Ik hoop dat onze Surinamers zich bewust zullen zijn van dit historisch bezoek. We weten allemaal dat de Russische Federatie een superpower is in de wereld. En wanneer landen
van dit gewicht continu kijken richting Suriname, dan is het vaak jammer dat onze Surinamers daar geen gevolg uit trekken. We hebben vorig jaar de president van India hier gehad. Weet ik, heb in mijn vorige eerste ambtstermijn 3 keer een contact gehad met de president van China. De minister van Buitenlandse Zaken als tegenbezoek van een werkbezoek in 2017 afgelegd door onze minister van Buitenlandse Zaken is op een historische hoogte. Omdat dit soort zwaargewichten niet zomaar naar een land gaan. Ik denk dat de mogelijkheden die Suriname heeft, zowel in natuurlijke hulpbronnen, welke nog natuurlijk in hun kinderschoenen zijn en welke ontwikkeld moeten worden, heel erg belangrijk zijn dat we dit soort grootmachten binnenbrengen. Ik vind het jammer dat we continu heel veel negatieve praat hebben over ons land. Ik hoorde zelfs dat iemand zegt, Suriname behoort tot de 10 armste landen van de wereld. We moeten proberen af te komen van die attitude. Als men googelt, dan zul je zien dat als je praat over de 10 grootste en belangrijkste mijnen in de wereld, dat Suriname bij de eerste 10 hoort, dan is het jammer om dit soort verhalen te horen. Gezien de ontwikkeling welke nou plaatsvindt in de Guyana Basin, waar heel veel gas en olie voorkomens zijn, is het belangrijk om dit soort landen die technologisch hoog ontwikkeld gedeeld hebben met dit vraagstuk. Daarnaast is Rusland een land met hele grote bosbedekking. Dit soort landen die weten te dealen met het beheersen van deze natuurlijke hulpbronnen, mede op de achtergrond de milieusituatie waarvoor wij allemaal verantwoordelijk zijn op onze planeet, noopt ons om dit soort grote spelers binnen te halen. We hebben China hier, we hebben Amerika hier, we hebben India. Dus het is belangrijk dat wanneer deze spelers, deze grote spelers, omkijken, dat wij als Surinamers daar gevolg uit trekken. Een van onze speerpunten is volksgezondheid. De donaties die ze gegeven hebben aan Slaans Hospitaal en aangeboden hebben training. Donatie in de zin van apparatuur voor onze baby's wordt hooglijk gewaardeerd. Wanneer je praat over ontwikkeling van de resources die we hebben, water, olie, gas, noem maar op, nogmaals in de kinderschoenen, dan is het belangrijk dat dit soort geavanceerde landen vanuit de buitenlandse politiek, welke helder is, dat wij die bij willen betrekken via hun kennis, maar ook via de foreign direct investment, om de duurzame ontwikkeling van dit land gezamenlijk ter hand te nemen. Ik kan u zeggen, alleen de geografische ligging van Suriname is heel erg belangrijk voor de wereld. Nou, ik zei het al, het is een historisch bezoek. En wanneer dit soort landen hier naar Suriname komen, dan moeten wij proberen als Surinamers daar positief tegenover te staan en te kijken, wat kunnen wij als land in ontwikkeling, wat kunnen wij meenemen aan kennis, aan technologische vaardigheden die zij, waarvan zij honderden jaren, bij hun honderden jaren is ontwikkeld. En welke wij kunnen gebruiken voor onze economische ontwikkeling, voor de naaste toekomst, voor onze kinderen en kindskinderen. Ik blijf me boven de negatieve praat opstellen, omdat we weten dat we goed bezig zijn.
We hebben een situatie waarbij Suriname bezig is te diversificeren, waarbij Suriname bezig is om de wereld hier naartoe te trekken. En het zou goed zijn dat wij als Surinamers een keer echt stilstaan bij wat heeft nou God, wat heeft de natuur ons allemaal gegeven en wat hebben we nodig om in dit tijdsbestek samen met elkaar een betere toekomst voor te bereiden zoals wij die gaat hebben in het verleden en het steeds beter proberen te doen. We hebben niks aan negatieve praten, we hebben niks aan half politieke praat van mensen die er niet zoveel van af weten. We blijven positief en we zullen er alles aan doen om Suriname met de superpowers op de wereldkaart te plaatsen. En alleen maar het blote feit dat zo'n gewicht hier naar Suriname komt, zou ons op zijn minst toch moeten nopen om stil te blijven staan en zeggen, hoe komt het dat dit soort landen, of het nou Amerika is, India, China, Rusland, dat zijn de grote jongens in de wereld, dat zij naar ons kijken en wij als Surinamers vergeten om te kijken naar ons land en kijken, wat is onze taak, wat moeten we samen hier doen voor onze kinderen en kindskinderen. Nogmaals, in de bilaterale gesprekken met de vice-president zijn er heel concrete zaken aan de orde geweest. We hebben ons meer politiek gericht binnen de tête-à-tête met betrekking tot de wereldpolitiek. Omdat we zijn wel een klein land, maar je maakt deel uit van de hele grote wereldgemeenschap. We kunnen niet zeggen dat we op ons bord slaan en zeggen dat we een speler erbij zijn. Maar we moeten uit wat er zich afspeelt, multilateraal, wat er zich afspeelt, moeten we kijken hoe wij munt kunnen slaan en voordeel kunnen putten voor nu en voor de naaste toekomst. Ik denk dat indien men dit bezoek in dit licht brengt, binnenkort is waarschijnlijk de president Poetin in de regio. En we zullen er alles aan doen om ook echt zo'n belangrijke speler in de wereldgemeenschap om die hier te krijgen. Hopelijk zal ik nog eind van dit jaar een bezoek brengen aan China, mogelijk Rusland, Turkije enzovoorts. Omdat wij het nodig vinden dat we ons niet opstellen als klein land alleen. We moeten onze plaats kennen. We moeten kijken wat zijn de mogelijkheden waardoor dit soort superpowers zich naar Suriname kijken. We hebben ambassades hier, die behoren tot de grootste in de hele regio. Hoe komt het? Goeie zaak, maar laten wij Surinamers positief kijken naar wat dit land te bieden heeft voor de wereld in zijn algemeenheid en voor de Surinamers in het bijzonder. In de Royal Ballroom van Hotel Torarica hebben de ministers Bigli en Lavrov, ten overstaan van de media, een verklaring gegeven van de gevoerde gesprekken. Our mutual friend Wang Yi would say, while we are geographically several miles apart and economically diverse, I'm convinced that we have zero distance at heart. Today, I repeat those words to you. This historic visit is of great importance as it is the result of the and it signifies that our friendly relations are only ever increasing and being deepened. We have had long, extensive talks. It is promising, as you said, let's get the technical people together. So I propose to the health and the well-being of our president. To the deepened cooperation between our countries, Suriname and Russia,
And finally, to your health, to your well-being, friendship. Stop. Thank you. Dear Ildis, thank you very much for your very warm words. My only problem, you should stop complaining about the size of your country. Small is beautiful, as you know, and each and every minute of this visit proved that this is true. I promise that I take all these proposals to Moscow. The counterparts of your ministers will look into them, and we will organize for a meeting which will include business leaders, officials of both countries under the umbrella of Chamber of Trade and Industry. And I'm sure when they meet and talk directly to each other, they will find quite a number of projects which would be mutually beneficial. But the most important thing is what we call friendship. We developed friendship from the very first meeting, and it was a true one. I thank you for this. I thank you for your hospitality, and wish you all the best. All the best to your president, to your people, and to you personally. Cheers to friendship. De minister vertrok op zaterdag 27 juli terug naar Rusland. Thank you.